land dat toch wat Bourgondisch is. Heel veel mensen die de horeca heel graag hebben, die er ook graag van genieten. Alleen wordt het nu zaak om die sector op het juiste pad te krijgen, maar ook een beleid te hebben dat echt gelooft in die horecasector. Ik besef dat er nog meer flexibele maatregelen zullen nodig zijn voor de horeca. Want we gaan over tot de invoering van de witte kassa voor iedereen. En ja, dat zal de nodige arbeidsflexibiliteit vragen. Dus het is een zeer sociale sector. Maar het is een zeer arbeidsintensieve sector waar specifieke maatregelen voor nodig zijn. Glasblazerij uit Gmünd, Oostenrijk, Carinthië, die alle glazen fabriceren handgemaakt. Alles wordt mondgeblazen. Nu, het is ook hyperfijn, het is heel dun. Proefkundig gezien wordt het ook de laatste 4-5 jaar zeer geprezen door meerdere wijncritici, door meerdere wijnjournalisten. Awards vinden plaats in samenwerking hier op deze locatie met Horeca Expo. We zijn daar ook heel blij om, een schitterende locatie. En wij zullen ook deze avond 6 concepten kunnen presenteren waar we fier op zijn, waarvan we denken dat die echt een zeer goede kans hebben om de gouden, zilveren en bronzen palm in ontvangst te kunnen nemen, omdat het stuk voor stuk mensen zijn die in deze moeilijke tijden toch er hebben voor kunnen zorgen om een zeer vernieuwend, innovatief concept te hebben.